Uitgehuwelijk. In Varanasi ontmoette ik Kamal Mukherjee, een magere man van 74. Hij had zijn leven lang die plek aan de Ganges verlangd. Hij wilde er oud worden en sterven, maar hij had er nooit het geld voor. Tot hij 20 jaar geleden de loterij won. Kamal gaf zijn vrouw een deel van de 200.000 roepies, omgerekend zo'n 3.000 euro, verliet haar en nam de eerste trein naar Varanasi. Het was een gearrangeerd en liefdeloos huwelijk geweest en Kamal was haar gezeur al jaren zat. De kinderen waren de deur uit en hij had geld genoeg. Hij zag geen reden langer ongelukkig te zijn. Kamal toonde me zijn bankboekje met het saldo in zwarte, sierlijke cijfers. 26.193 roepies. Als zijn geld op was, zou hij sterven. Dat had hij altijd gedacht. Zwijgend keken we naar de arrogant kauwende koeien die langs de heilige rivier slenterden. Reken jij maar uit hoe lang ik nog te leven heb, zei hij toen. Ik deed het niet.